visie voor Les Salons is eigenlijk geboren uit het feit dat wij hadden twee restaurants op Château Sint-Gerlag. Een bistro en een fine dining restaurant. De bistro was altijd open en het restaurant maar 5 dagen in de week en alleen voor diner. Terwijl ja, de behoefte van onze gast was eigenlijk, ja, we willen eigenlijk gewoon van dat château gebruik maken. Ik vond dat ook. Ik dacht eigenlijk, als we er nou van 2 restaurants 1 maken, wat als we het château nou zien als de gastronomische tempel van dit landgoed? De insteek van beide restaurants was totaal verschillend, waarbij de bistro natuurlijk heel toegankelijk was. Houten tafels, gezellig dicht bij elkaar. We merkten de afgelopen jaren eigenlijk dat de behoefte steeds meer bij de gasten was om in een gezellige bistro te eten. En misschien wel steeds minder in het fine dining restaurant zoals dat hier stond. We wilden uiteindelijk naar een restaurant toe waar je zelf ook graag zou willen gaan eten. Over the past couple years, we've done a lot of work as a team to redefine our brand positioning, how to think about our houses as a whole, how do they fit in within the family company and the mission and vision we have set out. And the goal and purpose there was really to hone in and define who we are at Château Sint-Gerlag. Dus dat allemaal samengenomen leidt eigenlijk tot een keuze om de gehele benedenverdieping van het château als één bruisend restaurant te gaan gebruiken, waar straks diverse functies in zijn. Eigenlijk gaan we de salons weer gebruiken zoals de families dat vroeger ook deden. De ene salon voor een kop koffie en het aperitief aan een champagnebar. We proberen daarmee ook een variatie aan te brengen in je beleving op de avond zelf. Veel minder statisch. Het is niet dat je de hele avond aan dezelfde tafel zit te dineren, maar je beleeft eigenlijk de verschillende salons van dit mooie château. Het begint ergens met een idee, maar vervolgens moet dat ook tot leven gebracht worden. We hebben Ronald Huiskamp gevraagd om dat samen met ons te doen. Dus dit is eigenlijk zoals we het voor ons zien. Ronald, help ons nou eens om dat te vertalen naar wat dat betekent. Zowel op de menukaart, maar ook wat betekent dat in het restaurant. Uiteindelijk was er ook geen balans meer tussen het goede eten en het interieur. Camille, die belde mij en wilde eigenlijk een vernieuwing doorvoeren om die twee dingen in balans te brengen. In het meubilair en in de stoffering wilden we een bepaalde moderniteit brengen. Nou, daar zijn we begonnen met de tafels. Dat is een heel belangrijk onderdeel in een restaurant uiteraard. En die tafel is nu zonder tafellinnen, is van hout met een mooie houtpatroon. En dat brengt al een boel lucht en misschien minder klassiekheid met zich mee. Je gaat op een gegeven moment op zoek samen naar de juiste producten, de juiste mensen, de juiste materialen. Dus we hebben samen gekeken welke borden moet het nou worden, welke glazen. En ja, ook daar zijn niet altijd alle meningen hetzelfde. En dat is maar goed ook. En we kwamen ook wel eens terug op een keuze. Dus ik weet dat het team het ook echt niet altijd makkelijk heeft gevonden. We bleven dingen heroverwegen. Soms was het gewoon nog niet goed genoeg. En dan wilden we toch nog een keer dat gesprek aangaan. En dat was heel erg zoeken. Het opstellen van een nieuw menu, dat is toch wel spannend, vond ik. Het is een andere manier van koken, een andere manier van benaderen van de gerechten. Het gaat niet over één nacht ijs. Je bent dan toch bezig met in zekere zin jezelf opnieuw uit te vinden. De menukaart is veranderd van een klassiek menu aan à la carte naar één kaart waar je eigenlijk kan kiezen uit 10 verschillende gerechten. We maken nog meer gebruik van het weiland. Het weiland is onze eigen groentetuin. Dus ja, daar zijn we wel heel erg trots op. Dus dichterbij dan dat kun je het eigenlijk niet krijgen. De moestuin hebben we echt tot leven gebracht met hulp van Elena en Guido, die dat helemaal omarmd heeft. En dat wordt mooi vertaald naar het bord. En ook onze eigen wijnen die we daarbij serveren, gemaakt door Stan Beurskens van Sint Martinus uit Veilen. Van de wijnstokken die daar staan, naast die moestuin. So Les Salons, what does that mean for us? It means local and responsible cuisine, working with farmers, suppliers, wine growers, and all those that contribute to making this shared experience to have a genuine meal that invigorates the senses.
So our guests are, they're caught up in their daily lives, both professionally, personally, and they really look for a place to be able to relax, recharge, and they're really mindful of the world around them. Ja, het is natuurlijk heel mooi om een eigen wijn van het domein te hebben. Die kan je alleen maar drinken bij de Oostwegen collectie en dus ook al bij Le Salon. En samen met Tim zijn we echt gaan kijken van hoe kunnen we nu die wijn passend krijgen bij de lokale producten. En hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat de gasten gewoon een unieke beleving hebben. Hieronder liggen de kelders waar de wijn wordt geproduceerd. Waaronder ook de wijn die we samen met de Oostwegen collectie maken, natuurlijk bij Sint Gerlach te koop is. En Sint Gerlach hebben we een unieke samenwerking mee als het gaat over innovatie, over duurzaamheid en werken met lokale producten. Niet alleen het eten en drinken is lokaal, maar we hebben ook met lokale leveranciers gewerkt voor bijvoorbeeld de tafelbladen of de prachtige bar die gecreëerd is. En we zijn het marmer gaan uitzoeken bij een lokale natuursteenleverancier. Nou ja, een mooi voorbeeld van wat we custom-made hier allemaal straks hebben staan is natuurlijk die champagnebar, wat een echte eye-catcher wordt van ons restaurantconcept. Als dat daar straks staat, dan is dat uniek voor deze plek. Chateau Sint Gerlach approaches its 25th anniversary this year. And Les Salons is just a first step in our plan to revitalize the grandeur of Chateau Sint Gerlach. Het zal denk ik voor de terugkerende gast wel als anders ervaren worden. Alleen al het interieur, maar ook de stijl en de manier van koken. En ik hoop dat ze het met open armen zullen ontvangen en dat ze er enthousiast van worden. Dat ze zich echt even weg hebben gevoeld. Dat het echt een avondje uit is geweest waarbij ze heerlijk genoten hebben van alles wat wij hier in de directe omgeving te bieden hebben. Dat ze ook echt naar huis lopen en zeggen dat radijsje of die wortel of die biet die ik gegeten heb, ik proef dat die van het land komt. Dat we mensen ook weer nieuwe smaken of andere smaken gaan laten beleven. Waar we in het begin heel theoretisch spraken over hoe beleving kon zijn, kan ik nu op zaterdagavond het restaurant binnenlopen en zien wat er veranderd is qua sfeer en qua reuring. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Dat geeft ook heel veel voldoening en trots ook wel. Als ik hier naar binnen loop, dan denk ik yes, het is ook wel echt gelukt zoals ik het in mijn hoofd had. En als het hier vol zit en de gasten genieten hier en die gerechten komen uit de keuken, dan denk ik ja, zo hebben we het ooit bedacht. En het feit dat het zo draait is een groot compliment aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen. Restaurant Les Salons is klaar voor de toekomst.